Ja. Springen van vreugde. Ja, ben je er klaar voor? Ja, helemaal. Klinkt te snel poppelen. Ik denk, ik heb helemaal geen zin in een filmpje. Ik ga op mijn buik liggen, schattig, hè? Kijk, hier zit zijn hoofdje, aan deze kant. Ja. Eerst een hartje voor toch anders wil je, hè? Dus wordt iedereen altijd wel blij van. Eerst een keer het hartje. Nou, dat klinkt goed. Hij heeft heerlijk te slapen op zijn buik in die kleine. Ja, zie je dat? Oh ja, ja. Hier zie je zo'n kaakjes, hè? Zijn boven- en zijn onderkaak. Zo, ja. Deze hier zit zijn gezicht, zo zijn hoofdje. Zo zijn nek, hier zie je hier. Mooi kontje, wow. Hier zo zijn beentjes. Wow, zijn voetjes. Lange benen, man. Ja, lange benen. Of ze liggen gewoon een beetje... Hier zie je zijn duimpjes, hier zijn vingertjes. Yeah. Ja. Zo'n handje, echt zo hier zijn bovenarm, zo, elleboog. Ja. En hier die onderarm. Dan ga je door die kleine heen, zal je aan de andere kant die andere arm hebben. Ik hoop wel dat hij even gaat draaien voor zijn vinger. Die kijk je in zijn hoofd, hè? Alles oh, ja, ja, ja. Nationaal zie je dat vlinderen, zeg maar. Hier mm-hmm. zit zijn gezicht, hier zit zijn achterhoofd. Oh, ja. Je ziet heel mooi die twee hersenhelftjes hier zitten. Het bolletje kan je meten, hè? Dan zie je hoe groot hij gegroeid is. Oh, ja. Van oor naar oor, 2 centimeter. Nou, dat verwachten we ook wel om deze termijn. Dus hij groeit goed. Een mooi rond zijn bolletje. Een mooi systeem zo. Ja, hè? Maar zo was het, zo ben ik niet begonnen. Nee, dat dacht ik wel. Met een lineaaltje ernaast te schrijven. Twee oortjes heb je zo. Maar zo oud ben ik nou weer niet, hè? Nee, grapje. Ja. Jammer. Dat is nou jammer. Ik ben zelf ook niet aan het doen. Nou, kijk, hij is zwaar. Hij denkt, talk to my hand, hè? Ja, hij geeft wel een duimpje. En dit is mijn vader. Dit is mijn vader, maar hij ligt echt zo. Hey, schat, hij heeft al je eerste duimpje van. Oh, nee, hij is gewoon aan het shinen. Ik heb hem afgedrukt hoor. We hebben al 1 like van ons. We hebben wel 1 like. We hebben sowieso 1 like. Hij lijkt zichzelf. Hij heeft nu al goed zelf, ben ik klein. Hopen dat hij geen kapsouders krijgt. Maar als hij wakker is, hij is gewoon een beetje dommer, denk ik. Zit hem gewoon uit te lachen daar. Ja. Ja, dat komt door jou lachen, schat. Ja, ik heb een vrolijke moeder, dus ik kan die leuk vinden, toch? Maar wacht, deze vraag. Ik heb je rug gedaan, hè? Dan, weet je, dan kunnen we je neus ook even zien. Dat weet je wel zo leuk. Hij is nu echt aan het bewegen, ja, toch? Ja, dat valt best nog mee. Oh. Hij heeft zich een kwartslag gedraaid en hij doet niks. Dus, is dat die rug gaat hier? Ja, die wervelkolom, die botjes zijn allemaal heel mooi. Zijn ribbetjes, hè? Hier. Mooi. En hier zo zijn rug. En wat is dat daarnaast dan? Is dat ze rug. Ja, ik zie de 2 naast elkaar. Oh, het is allemaal rug, hè? Je hebt 3 potjes in je rug, hè? Oké. Die wervels zijn van 3 van die... Op die manier, ja, ik snap hem. Ja. Ga je even draaien? Kijk die beentjes dan. Ja, zit wel een beetje te groot. Hier is zijn navelstreng. Oh, ik zag het hartje ook inderdaad bewegen. Ja, hier. Ja, is dat het hart of zijn het longetjes? Het is het hart, het is maag. Het zwarte gat hier, dan weet je dat hij gedronken heeft, dat hij... Je kan gewoon beter, en dit is een blaas, hè? Dus heb een blaas en een maag, heb een diafragma midden in vesting. Ja. 2 handjes met 10 vingers. Heel goed. Hoest eens een keer heel hard dat hij van wakker wordt? Hand voor je mond, schat. Nou, dat hoeft niet. Ja, net. Ze is niet ziek. Dat was meer, denk ik. Ja, toen lachen was het meer, ja. Maar dat is zo gewend, denk ik. Ja, dat is hier wel gewend. Ja. Veel beweging ook wel. Ja, hij wordt er niet warm of koud van in ieder geval. Nou, mag je heel even op gaan staan, even een keertje springen en dan weer gaan liggen. Hup. Maar je hebt alleen zijn hoofd warm, dan vind ik niet. Springen van vreugde. Kijk, hij is gedraaid op iets. Grote jongen, kijk. Meisje. Kijk. Kan je even beter zien, hè? Kijk, zijn kind helemaal in de lucht, zie je? Oh ja. Kijk, zo leuk als je ook zijn hoofd even ziet. Ja. Hij legt wel even in de boze stand, echt met zijn hoofd helemaal naar achteren, zie je? Oh ja. Niet gelijk weer terugdraaien. Kijk, ik kan natuurlijk wel een beetje om hem heen. Kijk, zo ligt hij een beetje op zijn rug meer, hè? Zie je zo hier? Ja, voeten. Even de beentjes spreiden. Ja, even de benen. Even rekken. Even rekken en strekken. Dit is een contractie van je baarmoeder. Dus de baarmoeder is een spier, dus die is een beetje samengetrokken. En de placenta. Een soort kussentje heeft hij. Ja, hij ligt een mooie modus. Kijk eens omhoog. En jij niet, die kleine? Ja, maar ik hou het wel. Willen we je vrouw ook een beetje? Ja. Het is echt wel grappig wat ze doet. Ja, sorry. Zo. Ja, ja.
doet het echt leuk, je vrouw. Deze is veel meer meewerkend als deze. En je werd echt zo van... Moet ik doen? Nee, ik wil het niet. Kijk, je wil een CRL meten, dan wil je hem eigenlijk ook meten, hè? Konmeting, dat hij als in de hangmat ligt. Ja. Maar daar is hij echt niet voor klomp, zo volgens geen klompvoetjes, en mooie rechte voetjes, hè? Zeker. Hele mooie voeten zitten. Ja, wat denk je met Bart? 47,5. Grote voeten ook, hè? Grote voeten. Ja. Ja. Nou, zeg oma. Nu is je oma. Ja, ziet die teentjes ook echt bewegen? Ja, schattig, hè? Nou, weet je hoe groot die voeten nu zijn? Echt, hè? Dan gaan we eens even uitleggen, hoor. Waarschijnlijk een halve millimeter. Hoeveel millimeter je voetjes zijn, arm kind? Hè, 8 millimeter. Nou, hoor. 8 millimeter. Ga daar maar eens goed over kopen. Je ziet ook echt die knietjes. Hè? Ja. In de ochtend relaxmodus, hè? Dat is meer van de avond, ja, denk ik. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, ze zijn al gezien. Dat lijkt wel ook bekend. Ja, hij ligt echt zo van, nou niet nu al gewoon. Zo ligt hij echt... Ik wil niet uit mijn comfortzone. Prachtig. Hij heeft wel zijn handje ook in zijn mond, hè, nu, hè. Ah, hij is nu ook aan het duimen. Ja, hij is aan het duimen. Ja, ja. Oh, wat grappig. Ja, zie je, mond gaat ook open en dicht. Dat denk ik volgens mij, oeh, wat vermoeiend en echo, denkt hij. Kijk, het andere handje zit hier, maar je ziet wat schattig. Oh ja. Hoi. Ja, je ziet hem helemaal in. Ja. Niet te twijfelen over zijn vingertjes, hè? Nee. Wow. Oh, wow. Kijk nou, wat is schattig. Ja. Kijk, dat hele handje. Ja, je ziet nu, zijn, ja, handjes naar zijn gezichtje. Ziet ze best goed, hoor. Dat kan tegenwoordig. Mooi, hè? Ja, nu zie je het, ja, inderdaad. Ja. Ja, je ziet hem nu gewoon van bovenaf. Ligt het, ja, hij draait ook wat slag, hè? Echt, zeg maar. Dit is dan de 3D, dus de hoogste resolutie. Je hebt ook nog een 4D Pro, dus dat is het bewegende beeld. Dat zal ik wel even aanzetten. Zie je hem ook bewegen. Dan zie je die kleine liggen, handje bij zijn mond, zie je. Ja. Oh. Zit hier die, kijk, hier zit hij echt de duimen. Oh. Hier zitten zijn beentjes, zo zie je, zo keurig. Dat is de placenta, die is een stuk, ja, in de baan. Zo zie je echt goed hoe lekker beschermd het alles zit. Dit is wel, ja, heel schattig, hè. Oh. Moet je zien hoe leuk. Zie je, als je even, mooi, even wacht. Ja. Kijk, maar hij is echt wel heel schattig, voor deze. Die armpjes, jee. Ja, leuk, hè. Die komen heel prominent naar voren, ja, die armpjes met het handje. Nou, volgens mij doet hij het helemaal niet verkeerd. Nee. Ik zeg altijd hij. Ja, dit is, als je het geslacht nog niet weet, dan zeg je dit. Dan willen sommige mensen wel weten, ik kan het nu nog niet zien. Je kunt wel genitaliën beoordelen, ja, maar je kan niet met 100% zeggen van... Dus als jullie graag willen weten wat het is, is het niet vandaag de dag voor. En dat is de 16e week zo'n beetje, hè, 17e week. Ja.